maandagochtend 9:30. Vaste prik, hè? Dan zijn we er weer. Goedemorgen allemaal. Ja, is allemaal goed volgens mij. Ik zei net al tegen Manlief, wil je wel even meekijken? Vorige week ging het niet goed. Ja, ik weet niet of het nu wel goed gaat, maar de vorige keer kreeg ik een melding. Die kreeg ik nu niet, dus ik ga ervan uit dat het goed gaat. Ja, ik vind het wel leuk dat iedereen als een maandagochtend start heeft. Dat hoor ik steeds in de chat. Dat vind ik wel heel leuk om te horen. Dat is voor mij natuurlijk ook leuk. Goedemorgen. Ja, jij hebt alweer druk aan het werk geweest. En dan ga je nu even pauzeren. Dat lijkt me ook een goed idee. Het is wel heel koud nog. Ik heb hier de houtkachel lekker aan. Maar het is wel een beetje frisjes. Ja, ik hoor je. Goed zo, dank je. Daar wou ik inderdaad even op wachten. En dan gaan we lekker aan het start. Ja, ik moet zeggen, tuurlijk, ik weet dat we naar de kerst toe gaan. En dat kerst, dat het een populair is om natuurlijk de kerstkaarten te maken. Maar ik merkte dat ik niet zin had om nog alle uitzendingen kerst te doen. Dus ik dacht, ik wissel het een beetje af. Vorige week hadden we kerst. Deze week heb ik even geen kerst. Volgende week hebben we weer kerst. Dan weer even geen kerst. En zo tot het einde van het jaar. Omdat ik het ook wel leuk vind om het even niet met kerst bezig te zijn. Dus vandaar dat ik nu gekozen heb voor, ja, je kunt het eigenlijk elk thema doen, maar ik heb gekozen voor een vlaggetje. En een vlaggetje is toch vaak wel een verjaardag of iets feestelijks in ieder geval. Dat zijn van die vlaggetjes, die zijn van MDF. Als je dit koopt, dan zit hier origineel zit hier het touw aan wat je hier ook hebt. Alleen dat heb ik er nu even afgehaald, omdat ik dat praktischer vond voor de live uitzending. Maar normaal gesproken zit hier ook een touwtje aan en kun je hier dus echt slingertjes mee maken. Je kunt natuurlijk ook heel leuk, want het is echt van MDF, leuke persoonlijke slingers van maken met bijvoorbeeld de naam. Hier bijvoorbeeld de M, de A, de R. Snap je? En dat je zo een naam kunt maken. Maar ik heb hem als individuele vlaggetje gemaakt. En ik wil je laten zien dat je dit soort projecten dus ook gewoon heel leuk kunt verwerken tot een, nou ja, een verjaardagskaart. Maar dit kun je ook heel leuk cadeau geven. Dit kun je aan een cadeautje hangen. Zoveel mogelijkheden mee. En ik ben nou eenmaal gek op de stempeltjes van Sissy Design. Er zijn weer heel veel nieuwe binnengekomen ook. Heel erg leuk. Dit is allemaal wat oudere. Maar ik dacht, nou, die vind ik wel heel leuk en ook vrij neutraal. Dus die wil ik gaan gebruiken. En wat ik heel erg leuk vind, wat binnen was gekomen. Ondertussen is de nieuwste collectie van Joy binnen. Maar dit was van de voorgaande collectie. Dat zijn mini-envelopjes met schattige kleine tekstkaartjes. Waar je dus hele leuke kleine envelopjes mee kunt verwerken op je kaartje. Vond ik ook heel leuk. En de nieuwe stansbloemetjes van Studio Light. Vond ik ook heel erg praktisch. Dus ik heb het wel voorbereid. Deze gaan we een beetje namaken. Maar ik wil je laten zien dat je met exact dezelfde producten natuurlijk ook heel leuk kunt verwerken op een cadeautasje. En dat je in plaats van het MDF vlaggetje dat je een leuke tasje maakt waar je een leuk cadeautje in kan doen. Maar dat je het ook heel leuk kunt gebruiken om gewoon simpel kaarten als je echt een kaartenmaker bent. Ik heb de envelopjes op deze manier verwerkt. Nog steeds hetzelfde stempeltje gebruikt. Dus eigenlijk heb ik in alle drie de projecten dezelfde materialen gebruikt. En toch heb je alle drie een compleet ander projectje. Dus dat wil ik wel laten zien dat er heel veel veelzijdigheid in die producten zit. Dus dat je zo'n envelopje leuk ergens tussen kunt plakken. Maar je kunt het ook echt als basis van de kaart doen door meerdere envelopjes te gebruiken. Dus ik hoop dat je op die manier ook wat meer inspiratie krijgt van één en dezelfde artikel. Zo, hoop gekletst. Ja, Elke, er waren inderdaad drie mensen die de verrassingspakketten hadden gewonnen van de vorige week. Jij was één van die prijswinnaars. Leuk. Gefeliciteerd nog. Goedemorgen. Was er iemand jarig? Oh ja, zo. Ja, je hebt gefeliciteerd van de prijs. Dus ja, heel leuk hoor. Vond ik heel leuk om te zien. Ik ben goed te horen, Lucia. Goed zo. Dankjewel. Ja, allemaal. Inderdaad, alle drie heb ik dezelfde artikelen gebruikt als basis. En toch heb ik drie verschillende projecten. Ik heb zelfs ook allemaal hetzelfde papier gebruikt. Ik ben nou eenmaal zelf ook wel gek op paars. Dus ik vond dit een hele mooie, zowel een oudere, wat oudere serie van Studio Light. Maar goed, mag de pret niet drukken. En dan gaan we lekker van start. Oh, heb je hem gehaald? De snijmachine? Ik moest even lezen, Mirjam. Ja, ik gebruik hem denk ik vandaag ook weer. Mirjam vroeg mij vorige week inderdaad. Van joh, hoe zit het nou met het mesje? Als je deze koopt, dan zit er standaard het gewone normale snijmesje bij. Dus waar je gewoon mee kunt snijden. Dus gewoon recht. Maar er zijn dus daarna eventueel vullingjes te koop. Die kun je vervangen en dan krijg je in plaats van de rechte lijn, krijg je in dit geval een scalopje of een ribbelrandje. Wat jij dan wilde zijn iets van vier of vijf verschillende designtjes. Dus leuk dat die bevalt. Goed om te horen. Ja, dan ga ik lekker van start. Ik heb uiteraard wat voorbereid, omdat het anders
red ik dat gewoon niet in een uur. Mocht ik nou tijd over hebben en jullie vinden het leuk, dan kan ik altijd nog even voor kiezen om het stempeltje in te kleuren. Ik merk altijd dat mensen dat nog steeds lastig vinden. Dus mochten we tijd over hebben, wil ik best wel even laten zien hoe je bijvoorbeeld het gezichtje. Want dat is altijd wel iets wat altijd heel belangrijk is, hè. Ik kleur altijd eerst een gezichtje in. Als me die niet aanstaat, als ik die niet mooi vind geworden, dan ga ik al niet eens meer verder. Want het gezichtje, dat is toch het eerste waar je naar kijkt. En dat moet gewoon altijd goed zijn. Dus, maar goed, dat ligt er even aan of we tijd over hebben. Dus ik leg mijn voorbeeldjes eventjes aan de zijkant. Bonjour, Vivienne. Ja, misschien wel hoor. Dat weet ik natuurlijk nog niet. Maar misschien dat er wel een uitbreiding komt qua designs. Want ze hebben nu inderdaad een scalopje, een victory. Dat is een beetje in een kracheltje. Je hebt ook echt die hakkeltjes en je hebt stitchlijnen. Die stitchlijnen heb ik niet, maar die vind ik wel heel leuk. Ik denk dat ik die nog wel ga halen. Dan lijkt het net of het gestitcht is aan de onderkant. Vind ik wel altijd een leuk gezicht. Ik heb dus het nieuwe papier, of nieuw papier, het is helemaal geen nieuw papier, van de serie van Janine. Wat ik gedaan heb, is ik heb eigenlijk gewoon mijn MDF gepakt. En ik heb hem gewoon overgetrokken met een, heel simpel, met een potlood. Dat woord zocht ik. Gewoon omlijning. Het voordeel is, dit zijn rechte lijnen, dus dit is niet ingewikkeld. Je kunt ook rechtstreeks snijden met je mesje, alleen dan moet je hem wel goed vasthouden. Dus ik heb hem gewoon eventjes overgetrokken met een potlood en toen met een snijmesje uitgesneden. En dan zitten de ronde hoekjes aan, die heb ik gewoon ook getekend met een potlood en die heb ik gewoon uitgeknipt. En dat doe je twee keer, want de vlag heeft een voor- en een achterkant. Want het is wel mooi als je ook de achterkant voorziet van een papiertje. Hier kun je gewoon leuk een tekst schrijven of iets persoonlijks schrijven. Of je maakt hier nog een extra envelopje waar je bijvoorbeeld geld in stopt. Dus ik zou wel voor kiezen om beide kanten te beplakken. Want als je hem ophangt, het is toch altijd mooi dat de achterkant ook bewerkt is. Dus ik heb hem gewoon twee keer uitgeknipt en gesneden. En die gaan we erop plakken. Goedemorgen, Moppie. Goedemorgen. Oh, morgen ben je jarig, Mirjam. Goed zo, gefeliciteerd alvast. 1 december. Mooi, hij zit alweer in december. Is vandaag de laatste dag november. Ik vind het zo. Ja, inderdaad, alvast gefeliciteerd. Kijk, dan ziet het er zo uit. En wat ik dan gedaan heb, dat is ook even belangrijk dat je dat nu eigenlijk al gelijk doet. Is je legt het papier, hoe je hem uitgeknipt hebt, erop. En dan ga je eventjes hem omdraaien. Zet je hier met een potlood even twee gaatjes. En maak je daar even twee gaatjes in. Als je dat later achteraf doet, is het echt een gepruts van niks. Dus zorg ervoor dat je hem echt even, hoe je hem uitgeknipt hebt, opplakt. Even het omdraait. Met een potloodje eventjes een stipje zetten. Zodat je weet aan deze kant waar het gaatjes moet zitten. En dan kun je je gaatjes erin zetten. Dus ook echt van tevoren doen. En deze plak ik gewoon om met mijn lijm. Ja, dit jaar ik vond het ook wel heel hard gaan. Ondanks de corona is het echt wel heel snel gaan. Dat geef ik toe. Wij zijn gelukkig vorig jaar met oud en nieuw nog met het hele familie nog naar Lissabon kunnen gaan. Dat is bijna nu niet meer in te denken. Mijn lijm is ook nog een beetje koud. Ik pak heel even de tacky glue. Ja, ik ga zeker. Oh, ik ga wel bruine inkt gebruiken. Nou, eigenlijk kun je elke bruine inkt wel gebruiken als stempelinkt. Ik heb wel altijd een walnotenkleur. Ik heb altijd nog steeds dat spul van FIFA, van Papersoft. Dat hebben we ondertussen niet meer. Maar je kunt eigenlijk wel elke bruine lijm gebruiken. Ik kies er dan wel altijd voor een walnotenkleur, omdat walnotenkleur een warme kleur bruin is. Anders krijg je heel snel dat het bijna tegen het zwart aan zit. En ik vind het net even wat mooier als je wat. Als het net een iets warmere uitstraling heeft. Ik heb het al uitgewerkt. Wat voor kleur zullen we doen? Ik vind deze wel mooi als achterkantje of misschien wel als voorkantje. Maar bij deze twijfel ik nog. Wat vinden jullie mooier? Nummer 1 of nummer 2? Ik wacht het af. Dan plak ik deze er alvast op. Ze kunnen eigenlijk alle twee wel hoor. De ene is net even iets donkerder. Dus nummer 1. Of nummer 2. Ja, dat is het misschien ook wel, omdat er wel heel veel gebeurd is dat het ook wel weer snel gaat, ja. Maar ik ben blij dat u het zelf had. Toevallig hadden we het weekend erover, dat ik dacht, ja, jeetje, het is alweer december bijna. Weer aan het einde van het jaar. Ja, was prachtig. We zijn 5 dagen geweest. We hebben alles gezien. Volgens mij, wat je van Lissabon kon zien, hebben we ook echt gezien. We gingen elke dag echt met zo'n tourbusje overal langs. Dus ik vond het wel echt heel mooi. Oh, nummer 1. Oh, de meesten zeggen nummer 1. Nou goed, gaan we nummer 1 doen.
Ik vind het prima hoor. Ja, dit papier, dat zeg ik wel vaker, hè. Als je papier aanschaft, mijn tip is echt koop papier uit één serie. Dus uit een complete collectie. Dan weet je altijd dat welke combinatie je ook pakt, dat het altijd matcht met elkaar. Dan hoef je er ook niet zozeer over na te denken, want deze, we zouden voor deze kant gaan. Nou, ik pak zo meteen het papier wel eventjes. Dus ik plak hem er zo even op. Maar dan maakt het niet zoveel uit welke combinatie je gebruikt. Want of je hem nou zo met elkaar gebruikt, deze kleuren bruin komen vaak ook alweer overeen met de kleuren in het papier. Dit is bijvoorbeeld een iets helderdere kleur. Maar ook die kun je weer prachtig combineren met deze. En deze kun je ook weer prachtig combineren met deze. Omdat eigenlijk alle kleuren, in dit geval paars, blauw en groen, dezelfde kleuren zijn. En zo hou je dingen altijd wel rustig in een collectie. En dat vind ik altijd het voordeel. Dat was de achterkant van deze. Oh ja, dat was die. Snap je? Dus het. En dat is mooi, dat blauw met dat paars. Je kunt ook al die bloemetjes los uitknippen. Dus dit is wel een hele mooie seriecollectie. Nou, die zitten erop. Zo, dan kun je er nog voor kiezen als je hem niet helemaal. Nee, ik heb hem gelukkig netjes. Maar als hij niet helemaal hier netjes is, dan kun je hem ook altijd even nog met een klein snijmesje of met een vijltje eventjes netjes maken. Maar in dit geval, boven wonder, is die gewoon strak. Goed voorbereid. Hey Inge, even bakkie kijken. Even hoor. Ja, licht is misschien inderdaad ook wel. Ja, ik snap ook niet helemaal wat je bedoelt, Inge. Maar dat geeft niet, gelukkig Astrid ook niet. ja, nummer 1 is wat lichter, inderdaad. Het voordeel daarvan is wel dat je door dat je licht als achtergrond heb, je wel nog wat meer diepte vaak kunt creëren hoor. Maar in dit geval waren ze alle twee wel mooi qua tintje. Maar kun je er wel voor kiezen om het lintje eventjes er alvast in te doen? Want dit touwtje zit gewoon bij het projectje zelf. Alleen ik had natuurlijk eerst ook het lintje bij het andere project eruit gehaald. En eer ik dat lintje er weer in krijg, denk ik, nou, ik weet niet of ik dit wel live wil doen. Want dit was echt een gepriegel van niks. Dus als die echt niet wil, dan laat ik morgen het voorbeeld wel zien met een lintje. Maar het was echt een drama om dit weer netjes in te krijgen. Dus dat ga ik nu ook. Ga ik me ook helemaal niet aan. Doe ik als laatst. Komt allemaal goed. Morgen komt hij op de foto en dan zit het touwtje erin. Maar dat ga ik niet live mee prutsen. Nou, wat ik dan gedaan heb is. Ik heb het stempeltje ingekleurd. En hoe heb ik het stempeltje ingekleurd? Dat is heel grappig. Ik doe altijd het designpapier waar ik mee ga werken. Dat leg ik als ondergrond neer. En dan ga ik kleuren. Omdat ik dan de kleuren ook weer kan aanpassen op het designpapier van mijn poppetje. Dat vind ik altijd een makkelijke tip. Dan heb je ook die kleuren weer overeenkomend met je ondergrondpapier of je achtergrondpapier. En dan heb je dus die schattige envelopjes. Dat is een stans. En bij die stans kun je ook los een stempelsetje kopen. En die stempelsetjes, daar staan allemaal hele leuke Nederlandstalige tekstjes op. Even kijken, is dat voor jullie leesbaar? Zo denk ik wel. Dikke knuffel staat erop. Kom je op de thee? Begin de dag met een lach. Lieve groetjes van mij. Maar het leuke is, begin de dag met een lach zitten hier ook. Dat is misschien voor jullie iets minder goed zichtbaar. Allemaal smileys. Zie dat voor jou. Het is gewoon een hele leuke set. En deze is vooral heel erg leuk als achterkant van je envelop. Zoals wij hem nu gaan gebruiken, zie je de achterkant niet. Daarom heb ik hem bewust een voorbeeld gemaakt met wel de achterkant, omdat hij juist ook zo leuk is. Kijk, als je de achterkant van die envelop pakt, dan ga je hem wel vouwen zoals wij hem vouwen. Maar wij vouwen hem naar de voorkant, hè, want we gaan hem zo gebruiken. Maar hij is ook heel leuk als de achterkant. En deze achterkantstempel past precies hieromheen. En dan krijg je dus dit effect. En dan heb je dus echt een geadresseerde envelop. Er zitten ook die streepjes. Zitten ook gewoon in deze stempelset. Zie, dat zijn deze. En zo maak je echt de achterkant van het envelopje. Dus je hoeft niet alleen maar voorkant te maken met die envelopjes. Je kunt ze ook de achterkant te maken. Dat vond ik dus wel heel grappig als stempelsetje dat ze daar ook over nagedacht hadden. Dus dat wil ik wel even toevoegen. Dat dat wel een hele leuke manier is. Even kijken. Oh, adventkalender gaat natuurlijk ook morgen dan in, ja. Even kijken, plakbandje eromheen. Wat bedoel je, plakbandje eromheen? Even terug naar wat ik zei allemaal. Oh, een plakbandje eromheen. Voor de. Oh, dat bedoel je, een plakbandje om mijn tape. Oh, dan is die wat stugger, bedoel je. Ja, dat vind ik een goede tip. Dankjewel. Daar had ik niet over nagedacht. Wat goed.
De envelop is een snijmal. Ja, dit is een stans van Joycrafts. En in die stansset zitten heel veel kleine onderdeeltjes. Die kun je ook leuk. Kijk, ik kan het je wel even laten zien. Wat er dan in zo'n stans zit, is het envelopje. Dus die hoef je eigenlijk alleen maar te vouwen op de kartonrandjes. Dan zit er in zo'n stempels of in dat stansetje een envelopje. Of het kaartje eigenlijk van het labeltje wat je in je envelopje stopt, zeg maar. En er zitten allemaal hele kleine materiaaltjes bij in waar je mee kunt afsluiten. Dus bijvoorbeeld zo'n dingetje, dan zit er in je stempelset. Dat die moet je wel los van elkaar kopen hoor. Kun je er bijvoorbeeld hem zegelen, snap je? Dan druk je hierop bijvoorbeeld een kus of love of een hartje. Snap je? Dus er zitten ook nog allemaal kleine mini-onderdeeltjes in. Ook dit soort kleine prutdingetjes. Dat zijn meer het idee dat het nog een soort postzegeltje is. Of leuk als sluitingje. Dus het is echt wel een heel veelzijdige set. Daarom heb ik hem ook. Ik zal mijn voorbeeld weer even pakken. Dat is het voordeel als je met voorbeelden hebt gewerkt. Kijk, hier kun je hem bijvoorbeeld als een soort zegeltje gebruiken. Zie je dat? Dat is deze. Maar ik heb hem hier ook, zeg maar, als een soort. Ja, ook gewoon als een soort zegel eigenlijk gebruikt. Zie je dat? En hoe heb ik hem hier gebruikt? Kijk, hier heb ik hem zelfs die alle twee op elkaar nog geplakt als een zegelafsluiting. Dus je kunt, daar is wel echt over nagedacht. In die stand zit er dus echt wel heel veel. Je hebt ook iets met een hartje erbij in. Kijk, hier zie je het ook weer iets duidelijker in mijn voorbeeld dat ik hem iets donkerder heb gemaakt in dit geval. Hier heb ik ook de stempel begin de dag met een lach met die lachsmileys. Zie je dat? Die zitten ook in het stempelsetje. Dus er is wel echt over nagedacht. Ik vond het in ieder geval een hele leuke stans. Is leuk, hè? Ja, ik kan wel even een link sturen. Daar vind je ook precies hoe die eruit ziet. Wat er precies in die stansset zit. Ik heb lijm op het touw. Ja, ik moet zeggen dat ik het van dat tape wel een goede tip vind. Ik snap het, dan wordt die wat stugger. Ik hoop dat die dan niet te breed wordt. Dus ik moet hem niet te veel plakband erop doen. En dat ik hem dan makkelijker doorheen kan halen. Ja, ik vind het wel een goede tip. Goed, ik ga mijn envelopje gebruiken. Ik vind deze kleur er wel leuk bij. Ik kan nog even kijken hoe de andere kleur is. Dan is die wat minder blauw. Oh, dat vind ik eigenlijk ook leuk. Die ga ik doen. En wat ik dan doe, is je kunt het met lijm vastzetten. Maar ik gebruik een heel klein beetje rode sticky tape. Dan zit die wat strakker erin. Maar ik ga wel altijd eerst even de randjes weer beinkten. Ik vind het toch altijd net even iets meer diepgang als je dat doet. Dus wat ik dan doe, is ik flap deze flap naar voren. En dan pak ik een heel klein beetje van dat sticky tape. En dan de wat dunnere variant. Ik gebruik altijd vaak dun. Toevallig was mijn moeder dit weekend er. En die had juist breed. Ik zeg, oh, dat heb ik eigenlijk nooit. Ik heb altijd heel dun sticky tape. Maar soms kan breed, als je grotere oppervlaktes wil plakken, natuurlijk wel makkelijker. Maar praktisch gezien pak ik altijd de smalle. Dus dat zet ik er een heel klein beetje op aan de zijkantjes aan. Zodat je echt wel ook nog wat in je envelopje kan stoppen. Het enige nadeel van sticky tape is dat het altijd super statisch is. Wat zei je? Uit welk knipvel is dat plaatje? Welk plaatje bedoel je precies? Bedoel je het poppetje? Dit? Anneke, bedoel je deze? Als knipplaatje? Want dit is een stempel, dus die moet je nog wel zelf inkleuren. Of het gaatje groter veilen. Ja, inderdaad, dat is ook nog een goede. Dat zou ook nog kunnen hoor. Van die dunne draadjes ijzerdraad. Oh ja, dat zou ook nog kunnen. Ja, inderdaad, ik heb hem ingekleurd. Het is geen knipplaatje. Dit is een. Kijk, zie, zo heb je echt een envelopje. En dan kun je ook echt een kaartje erin schuiven. Dit is echt een stempel. Dit is een stempeltje van het merk CC Design. Er zit trouwens ook een hele leuke tekststempel bij. Maar die heb ik nu niet gebruikt, omdat ik denk ik ga toch wel met deze teksten werken. Maar just for you. Het is echt een poppetje die je zelf nog inkleurt. Ja, ze zijn inderdaad wel ook wel leuk geprijsd. En het is ook wel een veelzijdig. Een envelopje kun je overal heel snel bijplakken, hè? Dus of je nou, het maakt niet uit, wetenschap. Zelfs voor kerst kun je natuurlijk hele leuke kleine kerstenvelopjes maken. Met desnoods doe je er gewoon Merry Christmas op het kaartje zetten. Dus wat dat betreft kun je er wel heel veel kanten mee op. Maar dat vind ik ook altijd wel belangrijk om te zeggen dat er gewoon heel veel mogelijkheden zijn met één product. Kijk, deze komt weer mooi overeen met papier. Dus de achterkant, zie je dat? Van dit papier. Dus voor de binnenkant ga ik voor deze. En die zit dus ook gewoon in dat standsetje erbij. Dan heb je dus echt een
klein kaartje met zo'n kartelrandje, met zo'n stitchrandje eromheen. Zie je dat? Ik weet niet of jullie dat stitchrandje ook goed kunnen zien, maar die zit er wel echt omheen. Graag gedaan hoor. Daar ben we live voor, hè? Daar kunnen we gelijk reageren. Dat is dan weer het voordeel. Even spieken. Nou, dan heb je dus die stempelset. Ja, waar heb ik die neergelegd? Oh, hieronder. Zo. Nou, dan heb je dus allerlei leuke teksten. Hier heb je ook zo'n oud geschrift. Kun je nog leuk als achtergrond gebruiken. Ik vind deze gewoon heel erg leuk. Lieve groetjes van mij. Dat is gewoon lekker neutraal. Kan altijd. Zo. Even op een stempelblokje. Zorg dat die alvast recht zit. Zodat je ook makkelijker recht stempelt. Pak mijn stempelinkt erbij. En dan beïnkten we die op het kaartje. Gewoon lekker neutraal. Lieve groetjes. Moet even anders gaan zitten. Want de lichtinval is anders bij mij zo. Hey, goedemorgen Yvonne. Kijk, en dan heb je lieve groetjes van mij. Je kunt er natuurlijk ook twee maken, hè? Twee tekstjes. Dat kan natuurlijk ook allemaal. Nou, die past dan weer leuk in mijn envelopje. En misschien is het dan wel leuk als we dan, wat ik ook net al in de voorbeelden gedaan heb, een klein beetje schuin, zodat hij er ook uitsteekt. Dat je ook nog ziet wat de boodschap is. En dan is het misschien wel leuk om die kleine onderdelen die er inderdaad in zitten, ook leuk als zegelverwerking erop te doen. Ik had hier wel van alles al uitgestanst, maar deze onderdeeltjes zijn zo lekker klein. Daar heb ik dat grotere zegeldingetje. Die had ik net wel. Oh, hier. Kijk, is misschien wel leuk, omdat het dan een beetje matcht met het paars nog erbij. Dit is vrij donker. Maar als ik dan bijvoorbeeld zo'n rechte hier wat lichter doe, dan matcht die wat leuker. Misschien hebben we er wel een met iets blauws. Er zitten ook trouwens hele kleine hartjes in. Die is ook heel schattig. Kijk, dit is bijvoorbeeld zo'n hartje. Zie je dat? Die is dit keer wel vrij donker, dus die doe ik nu even niet. Nou, dan zou ik het gewoon zo. Oh, hier heb ik nog een paars hartje. Ja, dat vind ik ook wel leuk. Nou, deze ga ik er gewoon opplakken. Goedemorgen. Zo, klein beetje lijm erop. Zo. En die doen we dan echt als een soort zegeltje van je envelop. Kijk, je kunt hem eventueel, als je hem echt dicht wil maken, ook gewoon dan onder dat zegeltje stoppen. En dan heb je hem ook echt verzegeld, hè? Dus dat kan, daar is die waarschijnlijk ook voor. Ik vind het juist leuk om hem met het kaartje zo te gebruiken. Maar goed, daar ben je vrij in natuurlijk. Wat jij wil. Nou, dan ga ik voor het kleine hartje. Ik vind een hartje altijd wel leuk. Dat kan ook echt voor elk thema. Klein beetje lijm erop. En plakken we hem vast. Het kan ook zeker met kerstgroetjes hoor. Als je deze leuk met rood en blauw en wit uitstanst, dan kun je die zeker ook heel leuk maken voor. Oh, daar was ik al bang voor. Voor kerstgroetjes. Ik heb dan stans ik ze dubbel uit. En dan zitten er twee op elkaar. Maar deze springt er net iets leuker uit. Zie, en dan heb je dus een heel leuk, schattig envelopje die je kunt verwerken op je projectje. Maar hoe, dat gaan we zo wel even bekijken. Dat weet ik ook nog niet. Wat ik wel leuk vind, ik heb haar hier bijvoorbeeld in een cirkel neergezet, het poppetje. Ik vind altijd wel dat het ergens in moet of zo. Ik weet niet. Kijk, zo heb je er gewoon staand. Maar ik vind het toch altijd leuker als ze ergens in staat. Dus wat ik gedaan had als. Ik had een stans uitgestanst. En die dacht, dat vind ik ook wel leuk. Dan staat ze echt in zo'n cirkeltje. En die cirkel is al een hele oude van Marianne Design. Die heb ik ook wel eens in een andere uitzending gebruikt. Ook iets met kerst volgens mij. Ik weet even nu even niet uit mijn hoofd. Maar ik heb hem in een andere ding ook. En toen dacht ik, ja, deze blijft leuk. Het is een beetje zo'n kloktijd idee, zeg maar. Ik vind het wel iets hebben. Dus die ga ik er wel bij gebruiken. Dat is een stans. Het zijn twee cirkels. Hier zit nog wat van Lelietjes van Dalen. Bloemetjes, maar ik vond gewoon alleen de basiscirkel zo wel heel leuk. Het breekt namelijk een beetje. Dus die ga ik erop plakken. Ja, Mirjam, dat snap ik ook wel hoor. Er is ook zoveel te krijgen. Die andere lijm. Dus deze lijm is wat vloeibaarder, die Tacky Glue van Coral. En de Tacky Glue van Nelly is wat dikker, wat stugger. En ik merk dat het is hier wat kouder. Dat mijn lijm ook echt wel ietsje stugger is. Deze is iets vloeibaar. Dus ik kies nu even voor het gemak. Dus alle twee lijmen die transparant opdrogen. Maar ik merk dat Nelly ietsjes dikker is. En dus minder in beweging komt. Even spieken. Deze gaan we er voorzichtig op plakken. Nogmaals, de lijmrestjes drogen in dit soort lijmen altijd transparant op. Dus daar zie je straks niks meer van. Dat is het voordeel.
Oh ja, bij de schutkaart heb ik deze inderdaad gebruikt. Precies. Ik wou zeggen, wat was het nou toch? Dan kan ik het zo even niet voor de geest halen. Maar inderdaad, het was met die schutboxjes. Dus het blijft ook leuk, hè, zo'n schutbox op je kaart. Kijk, dan geeft het net even. Ik ga hem zo meteen ook nog eens een keer verhogen met tape, zodat hij nog wat meer naar voren komt. Maar dat is altijd wel leuk. Goedemorgen allemaal. Ik neem even een slokje van mijn thee. Even de chat een beetje lezen. Oh, hand in het gips, Yvonne. Hé, Getsy Derry. Oh, lijkt me ook echt verschrikkelijk dat ik gewoon niks zou kunnen doen. Dat zou ik ook echt vreselijk vinden. Kijk, dit blauw, dat is toevallig een ondergrondje, een cirkel. Ik gooi nooit restjes weg, hè. Dit komt dan toevallig uit dezelfde serie. Maar ik stans best wel vaak met cirkels. En dan matcht het niet qua kleuren. En dan, dit soort cirkels zijn altijd heel leuk om gewoon te bewaren. Die komt altijd wel weer van pas. Kijk, en deze is natuurlijk leuk omdat het precies de kleuren zijn waar ik ook mee gewerkt heb. Qua, zie, zo komt het toch in het geheel. En dan is het inderdaad wel goed dat we voor de nummer 1 achtergrond hebben gekozen, omdat die lekker licht is. Kan de voorkant lekker wat drukker. Daar hou ik over het algemeen altijd wel van. Maar als ik haar zo neerzet, vind ik het namelijk nog net niet. En dan is het altijd wel weer leuk als je zo'n grasstans hebt. Dan spreekt dat net even iets meer dat ik hier gras onder doe. Dus dat ga ik in dit geval ook doen. Dus ik pak haar er even af. Ik pak mijn cirkeltje. En ik ga even wat gras, eventjes vaak in laagjes, omdat ik het wel leuk vind dat het een beetje eruit springt, even erop plakken. En de achterste laag voorzie ik altijd van bruine stempelinkt, omdat je ook dan, zelfs met gras, van donker naar licht werkt, zodat je wat meer het schaduweffect erin krijgt. Dus ik ga deze gewoon met een beetje lijm opplakken. Zo. En dan plak ik hem. Zeg maar op deze manier op, want ik moet die groene rand natuurlijk wel nog zien weg te werken zometeen. Allemaal wetenschapjes. Oh. Oh, leuk Monique. Mocht je iets gemaakt hebben met de envelopjes, hè, deel het hè, op onze social media's. Ik vind het altijd leuk om te zien. Ik zag ook zoveel leuke, enthousiaste uitwerkingen van de Sinterklaas Live. Het is voor mij ook gewoon heel leuk om te zien ja, dat jullie daar ook weer op je eigen manier een project mee maakt. Kijk, waarom doe ik meerdere laagjes? Omdat ik haar zo meteen ertussen inzet. Dus dat vind ik zelf altijd het mooiste. Ze dus druk hem even goed aan. En wat ik dan ga doen, is ik hem omdraai en dan ga ik hem even meeknippen met mijn cirkeltje. Ondertussen plak ik ook een beetje. Zo. En zie je dat? Dat ik hem hier even meeknip, dat er niks zo meteen aan de zijkanten uitsteekt. Maar dan krijg je dus dit. Nou, dat ziet er niet heel bijzonder uit, dat begrijp ik. Maar als je deze rand er zo meteen nu weer oplegt, dan krijg je echt een beetje een soort kijkvenstertje waar je in zit waar en met dat gras de diepte krijgt. Want ik ga haar, zeg maar, zo meteen ergens zo in het gras zetten. En dan lijkt ze net alsof ze echt in dat gras staat. Oh, zal ik jullie wat meer inzoomen? Dat kan, hè? Ik zit helemaal niet op te letten op de andere camera. Zo, is voor jullie denk ik net iets leuker om te zien. Zo, kijk je net even iets meer mee. Dat precies, Mirjam. Ik ben echt grasverslaafd. Ik vind bijvoorbeeld, ik heb ook een zwak voor alle stansen met bloemetjes en takjes hoor. Dat geef ik eerlijk toe. Maar dat heb ik inderdaad ook met gras. Het maakt me niet uit welk merk er uitkomt. Als er een grasstans bij zit, moet ik hem hebben. Ik weet niet. Ik gebruik het echt altijd als ik met stempeltjes werk. Het maakt het gewoon net even af, zeg maar. Goedemorgen, Karin. Welkom. Maar het is wel grappig dat jullie dat opvalt. Leuk. Deze is trouwens van Marianne Design. Dat is iets hoger gras. Ik heb vaak het gras van Cici Design en van Joy. Maar die zijn, dat is wat lagere grasrand. En dit waren hele grote sprieten. En dacht, oh, dat is in dit geval wel leuk omdat mijn cirkel wat groter is. Dus ik heb er inderdaad wel over nagedacht. Maar wel grappig dat het je opvalt. Nou, dan ga ik hem zo in ieder geval de basis een beetje opplakken. Kijk, ik kan ervoor kiezen om nog een strookje achtergrondpapier te gebruiken. Maar we hebben nu eigenlijk al zoveel verschillende kleuren dat ik het nu zonde vind om ook nog de achtergrond te donker te gaan maken. Het is juist wel goed dat we voor de lichte achtergrond hebben gekozen. Dus ik ga het op deze manier vastplakken. En ik denk wel dat ik wat sprietjes van die takjes hierachter ga plaatsen. Dus dat ga ik zo even nog bekijken. Maar ik ga eerst mijn cirkel op deze manier plakken. En dan ga ik daarna wel even kijken voor die. Want ik ga deze verhogen. Dus dit ga ik nu vastplakken. Haar vind ik hier goed. Dus ik pak een stukje tape en ik zet haar vast.
Oh, jij hebt ook wel gelukkig. Jullie hebben ook verschillende grasstands. Hij zit hier al vast met mijn lijm, dus dat is op zich niet zo'n probleem. Dan plakken we op het hoofdje even wat tape. Deze manier en dan zet ik hem vast. Zie? Dus dat zit verder goed. En dan ga ik nu eventjes zorgen dat ik die rand hier ook alvast een klein beetje heb zitten zoals ik hem wil. Dat is op deze manier. En dan ga ik die ook nog ietsjes verhogen met tape. Ik vind het altijd mooi als het in een beetje hoogte zit. Boom, ja, het is inderdaad een boom, hè. Mijn zus begon ook al, oh, een boom is, ja, het is een boom, maar officieel is het een tak. Dus, althans, maar ik vind het wel heel grappig wat er nu gebeurt, want in mijn eerste instantie is dat dit een tak is. Ik weet eigenlijk niet hoe Studio Light het bedoeld heeft, maar mijn zus begon ook gelijk, oh, wat een leuke boom. Ja, als je zo kijkt, kun je dit inderdaad als boom zien, dus ik vind het heel grappig. Ik weet even niet wie het zei, maar boom, Diana. Maar officieel is het de stand van Studio Light en die heeft dan deze bloemetjes erbij. En dan grote bloemetjes, een iets kleiner bloemetje en een nog kleiner bloemetje. Dus in mijn beleving is het dus een, hè, dan heb je dus de kleinste bloem is dit. In mijn beleving is het dan een tak met kleine bloemetjes erin. Maar jij zegt nu eigenlijk het is een boom. Dus ik ben er nog niet over uit of het nou een tak is, want ik zou hem zo gebruiken. Maar los waarvan, of het nou een boom of een tak is, ik ga deze zo meteen ontleden. Ik ga hem zo meteen in stukjes knippen en dan gebruik ik ze als losse takjes. Maar ik vind het nu wel interessant, is die nou gemaakt voor als boom of is die gemaakt als tak? Ik vind het wel, wat zien jullie hierin? Dat is dan wel een grappige, want ik verklaarde mijn zus bijna voor gek. En nu begint weer iemand over dat het een boom is en dan denk ik, ga ik aan mezelf denken, oh nou, oké, okay, misschien is het eigenlijk wel een boom. Oh, gelukkig Mirjam. Ja, ik zeg ook een tak, maar mooi hè, dat daar zoveel verschil in zit in, nou ja, dit soort kleine dingetjes. Dat vind ik eigenlijk wel leuk. Ik wil eigenlijk die rand ietsjes verhogen. Dus ik ga denk ik alleen toch die rand doen en dan plak ik het hier. Dat zit hier eigenlijk wel vast. Ga ik even die rand ietsjes omhoog duwen. Het kan alle twee, ja, dat is misschien ook wel zo. Ja, nou, Astrid, precies. Ja, misschien kan het ook wel gewoon alle twee. Het is ook wel goed. Maar ik moet gewoon meer lachen. Dat ik denk, oh ja, we hadden het hier toevallig het weekend nog over. Een boom, ja, zie. Ik denk een tak. Nou, mooi, gelukkig. Ik zal mijn zus straks even zeggen over de boomtak. Ja, ik moet wel lachen. Een heel jong aangeplante boom. Ja, precies, Claudia. We houden het gewoon. Alles is goed. Kan voor alle twee, Louise. Ja, in de verpakking zit hij. In de verpakking zit hij wel in de boomvorm. In de verpakking zit hij zo. En liggen hier de bloemetjes omheen. Ja, nogmaals. Op zich kan je hem natuurlijk wel echt wel als een boom inzetten. Maar ik vind het echt een tak. Dan komt het misschien ook wel dat het vertekend is, omdat ik hem natuurlijk in het wit heb uitgestanst. Maar goed, ik laat hem even los. Ik vind hem grappig. Nou, doordat ik hem verhoog met deze had ik het al afgehaald. De tapejes komt hij dus, krijg je dus wat meer diepte in je projectje. Daar hou ik altijd wel van. Dus deze ga ik erop plakken. Deze kan ik ietsjes naar beneden duwen. Maar de sfeer nu is wel leuk. Nou, dan ga ik mijn boomtakje pakken. En wat ik dan gedaan heb, is ik heb hem eigenlijk gewoon in stukjes geknipt. Omdat ik hem. Ik vind juist dat sprietige wel leuk. En dat geeft net even iets meer body. En ik heb bewust voor wit gekozen. Normaal doe ik dat helemaal niet snel. Maar ik had laatst ook al een projectje dat wit best leuk was. In plaats van groen. Want groen wordt hier nu heel hard mee. Als ik heb ook wel. Kijk, ik zal het je laten zien wat voor verschil het doet als ik nou deze takjes had gedaan met groen. Ja, het had wel gekund hoor, zo is niet. En ik zou het envelopje nu pakken. Oh, hier. Zo. Stel dat ik met groen zou werken. Dus even voor de beeldvorming, hè. Niet dat het niet kan. Maar zo wordt hij wel veel harder. Zie je dat? Zo. Of ik pak witte takjes. En dan weet ik niet. Wit vind ik net even iets. Moet ik wel even wat meer pakken, natuurlijk. Voor beeldvorming. Maar het maakt het net even ietsjes rustiger. Zie je dat? Terwijl ik normaal echt van vol hou hoor. Maar ik weet niet, ik ben het groen of zo een beetje. Ja, misschien zijn jullie mening wel anders hoor. Ik kan ook altijd nog groen doen.
Maar het is inderdaad wat rustiger. Wat had Martine? Het is een takkenboom, ja. Ja, die is wel heel leuk. Ja, die hou ik. Ja, wit is rustiger. Maar het is niet per se beter. Maar ik vind het voor de sfeer nu wat leuker om het wat rustiger te houden. En die takkenboom, ik hou hem er ook in hoor, Martin. Die kun je dus gewoon nou ja, in elk stukje gebruiken. Kijk, hier vind ik hem bijvoorbeeld te lang. Nou, dan knip ik dit stukje eraf. En gebruik eigenlijk alleen dit stukje. Dit komt misschien straks wel weer van pas. Maar dat was wel, vond ik wel leuk van deze tak. Dus dan gooi ik overal gewoon even iets in. Een takje hier, een beetje daar. En een beetje zo. Kijk, dan heeft hij net. Ja, ik weet niet. Iets gezelligs. Ik plak hier zo meteen nog een bloemetje en dan zit hij alweer lekker vol. Ik mis de bloemetjes, hè? Ja, ik ga hem zo meteen nog oppimpen met bloemetjes hoor. Dat komt echt helemaal goed. Wit is zachter, hè? Ja, precies. Die takkenboom. Ja, hij is leuk. Ik ga datzelfde ook hier doen. Want ook hier ga ik zo meteen weer gewoon leuk wat bloemetjes op plakken. Want bloemetjes zitten bij mij op projectjes altijd hoor. Ik zou niet een project kunnen pakken waar geen bloemetje op zit. Kijk, en het leuke is, je kunt het er ook een beetje onder stoppen, hè? Dus door hem gewoon een beetje onder dat cirkeltje te laten verdwijnen, kun je wel hele leuke. Ja, krijg je wat meer. Hoe moet ik dat zeggen? Speelsigheid, dat is het, denk ik. Zie je net alsof het onder die cirkel vandaan komt? Ik denk, oh, ik heb hier nog wel iets liggen van de restjes van mijn voorbeeld. Nou, deze vind ik dan weer te lang, dus dan plak daar gewoon het onder vandaan. Kijk, en dan kan ik hem leuk gaan oppimpen met bloemetjes. Dus ik ga dit lekker vastplakken nu. Ja, groen past er zeker bij hoor, Anneke. Maar dat doe ik eigenlijk altijd. Ik gebruik altijd. Ik wou zeggen, er gebeurt iets in mijn vijver, maar het valt mee. Ik gebruik eigenlijk altijd groen. En ik merkte nu de laatste tijd eigenlijk dat ik denk, ja. Ik ga toch eens kijken of het op een andere kleur ook leuk is. Laatst had ik het uitgestanst uit designpapier. Omdat het dan leuk erbij matcht. En ik denk, ja, het hoeft niet altijd groen te zijn. Zo, ik doe eigenlijk alleen waar de lijm op zit, zodat juist deze takjes nog de vrijheid hebben om een beetje te kunnen springen of een beetje te kunnen vormen. Dus ik gebruik alleen lijm op eigenlijk de basis van die stam. Want in de basis moet hij vastzitten. Maar hij mag nog wel een beetje vormbaar zijn door hem te kunnen buigen. Deze schuif ik er zo onder. Dus ook allemaal lijm op mijn vingers zitten. Het leuke is van dit soort projectjes, vind ik zelf altijd in ieder geval leuk, dat je van het begin tot het einde iets maakt. Zodat je het echt ziet ontstaan, zeg maar. Zo, nou dit zit ondertussen lekker vast. Dan ga ik mijn envelopje pakken en die ga ik ook verhogen met weer het foam, zodat hij weer omhoog komt. Ja, de takkenboom, ja, lachen. Hoe heet het borsteltje waarmee je de randjes beïnkt? Ja, dat is een tool van Joy. Ik weet even niet zo hoe die precies heet. Maar dat wil ik best wel even zo meteen voor je opzoeken naar de uitzending. Maar het is een. Ik denk dat het een soort blending tool heet. Het zijn. Ja, dit wordt heel vies, want dan zit ik helemaal onder de inkt. Maar dit zijn eigenlijk zeg maar klittenband. Je koopt deze rondjes. Volgens mij zitten ze de eerste keer er gewoon bij. Een rondje die klik je erop als een soort klittenband. Nou, ik gebruik eigenlijk alleen maar bruin. Dus ik heb deze standaard liggen. Maar je zou bijvoorbeeld als je met allerlei verschillende kleurtjes gaat werken om achtergronden te maken, kun je deze er elke keer afhalen. Dus plak je er weer een nieuwe op, een witte. En dan kun je bijvoorbeeld dan met groen. Dan ga je weer met roze werken en haal je hem eraf. Dan pak je het roze. Onderkantje. Dus dit zijn allemaal klittenbandfolietjes. En ik moet zeggen, hij rafelt niet, hij doet niks. En ik heb dit ding echt al, hij is helemaal doordrongen van het bruin. Zo lang heb ik hem al gebruikt. Zie je dat? Dus maar het is van Joycrafts, is die. Maar je hebt wel van verschillende merken hoor. Volgens mij heeft Nelly hem ook. Blending tool, hè? Ja, ik denk inderdaad dat het ook gewoon een blending tool heet. Dus dat, ja, als je daarop zoekt op de site, dan neem ik aan dat je hem vindt. En dan heb je dus losse navulling foampjes die je erop kan plakken. En die kun je dan andere kleurtjes voor gebruiken. Blending tool, ja. Ja, precies. Ja, ik had hem al vastgeplakt. Kijk, dan vind ik het wel leuk, want wat terecht hè, van de bloemetjes, die kunnen we natuurlijk nu wel gaan oppimpen. Ik heb heel veel bloemetjes al uitgestanst. En het leuke van deze bloemetjes vind ik dus, je hebt dus hele grote.
Maar het hele grote is niet eens zozeer overdreven, echt heel groot. Want op dit projectje kun je zelfs nog kleiner werken. Dan heb je dus één slagje kleiner. En dan heb je nog een slagje kleiner. En dan heb je dus, die zijn zo schattig. Kijk, dan heb je hem nog een slagje kleiner. Dus je hebt in één stans meerdere formaten van die bloemen. En het leuke is met die bloemen is hoe meer lagen je aanbrengt, hoe voller die wordt. Dus hier heb ik bijvoorbeeld echt wat meer lagen over elkaar heen geplakt. Dan krijg je alweer een heel ander effect. Omdat je hem gewoon één laags doet. Zie je dat? En volgens mij heb ik hier ook een wat kleinere formaatje. Zie je dat? Dan heb ik ook echt wat laagjes op elkaar aangebracht. Ik vind het altijd wel leuk als een bloem wat meer spreekt. Dus dat ga ik in dit geval ook doen. Maar ze zijn wel, de grootte is in dit geval nog best groot. Dus ik ga voor het één slagje kleiner. En dan vind ik het in dit geval wel leuk om een donker bloemetje te doen. Hier ga ik het donker bloemetje doen. En dan ga ik hier iets lichter doen. Zie je dat? Dus we gaan even kijken wat we hebben. Die bloemetjes die kun je even met een opbolpen een beetje opbollen. En wat ik nog wel eens doe is gewoon een beetje vouwen. Dus dat ik ze een beetje op deze manier omhoog vouw. En wat ik nog even laat zien, dat het ook, en dat ga ik daarom even mijn lijmpistool aan doen. Dat ook heel leuk is om, dat heb ik wel eens vaker laten zien aan jullie. Leuk om er eventjes, hoe heet dit ook alweer, meeldraad onder te gebruiken. Dit zijn meeldraadjes, die kun je in alle kleuren kopen. Ik heb grijs gedaan, omdat ik hem vrij rustig hierbij vind. Maar ik zal je ook weer even laten zien wat voor een effect dat geeft. Hier heb ik de bloemetjes gebruikt met in dit geval groene takjes. Maar hier heb ik met meeldraadjes eronder gewerkt. En dat geeft weer een ander effect. Zie je dat? Net iets speelser. Oh, een Nelly inktapplicator. Ja, dat kan inderdaad ook. Maar volgens mij is het meeste is de blending tool. Dus dat. Nou, als het zo doorgaat, dan. Ik heb de rechten gelukkig om gewoon iets van een time-out te geven hoor. Dus dat maakt niet zo heel veel uit. Zolang het zo is, vind ik het nog niet zo erg. We hebben erger gehad tijdens de stream in de Twitch-tijd. Nou, toen was je er zelf volgens mij ook al bij, hè? Toen was het wel af en toe heel vervelend. Maar goed, dit gaat nog. Even kijken. Ik vind deze toch wel leuk om er een beetje volume bij te doen. Ik vind deze kleur wel leuk. Dus ik ga. Oh, deze kleur is ook wel mooi. Zie je dat? Daar ga ik hem even mee combineren. Als ik lichtere kleuren heb van bloemen, dan beïnt ik wel even een klein beetje de randjes. Dat heeft bij die donkere niet zo heel veel effect. Maar bij de lichtere kleuren vind ik het wel altijd mooi. Dan spreekt het net even iets meer. Ondertussen heb ik mijn lijmpistool klaar. Dus ik ga deze alvast even een beetje klaarleggen hoe ik ze wil hebben. En deze gaan we hier doen. En dan ga ik heel even kijken voor nog een kleurtje daar. Ja, toen was het echt heel erg, hè, Monique? Ja, toen hadden we echt op een gegeven moment gewoon klassen van 30 tegelijk of zo die in zo'n stream kwamen. Nou, toen was ik echt niet happy. Nee, als ik daaraan terugdenk, dan denk ik, dus YouTube is gelukkig wel fijn. Olijfgroene kleur, ja, dat vind ik zelf ook trouwens met inkleuren. Als ik groene kleuren gebruik, heb ik altijd olijfgroen. Ik vind olijfgroen ook weer net als die walnotenbruin, is een olijfgroen een warme kleur groen. Of ik nou met Gansai Tambi werk of met de clean colors, olijfgroen is ontzettend mooie kleur voor gras te maken. Ja, vind ik altijd een hele mooie warme tint. Nou, ik ga dit aan die kant doen. Dus ik ga wat ik nu ga doen is, ik pak dus wat van die meeldraadjes. En als ik die meeldraadjes gebruik, dan doe ik ze altijd even draaien, zodat er ook hierin een beetje speelsheid ontstaat. En dan plakken we hem op. Even kijken, waar is, ik heb mijn lijmpistool had ik al aangezet. Klein beetje lijm erop aanbrengen. Dat hoeft niet veel te zijn. Maar wat je wel slim aan doet, is dat je de meeldraadjes erop plakt. En dan eigenlijk gelijk het bloemetje wat je wil gebruiken, weer daarop. En hem dan even aandrukken. Juist omdat die takken ook een beetje dat springerige zijn, komen die meeldraadjes altijd wel leuk tot z'n recht. Ja, en de rest kun je met gewone lijm plakken. Maar als ik dan toch mijn lijmpistool aan heb, vind ik een lijmpistool wel fijn. Omdat die eigenlijk direct lekker vast zit. Kun je met een naaldje even iets aandrukken. En dan is het wel leuk om een licht bloemetje, van zo'n bloemetje zie je dat, even die in het midden te doen. Dan breekt die net even. Oh, is helemaal goed, Hanny. Ja, dus inderdaad, dit dingetje is of een inktapplicator of een blending tool. En nogmaals, we hebben ze dus wel van verschillende merken. Nou, Nelly heeft er nog steeds geen zin in, mijn lijm. Dan pak ik toch maar weer even mijn taggie. Zo.
die plak ik er zo in. Kijk, je kunt natuurlijk nog wel veel meer uitbreiding erop doen, maar ik vind hem zo wel leuk. Anders wordt hij misschien wel heel vol. Dus ik plak hem op deze manier op. Maar zie je hoe leuk het is met die meeldraadjes eromheen, hoe veel meer dat tot leven komt. Dus dat doe ik hier ook. Ik doe niet heel veel van die meeldraadjes hoor. Het zijn er vaak een stuk of 3 of 5. Je hoeft niet hele bossen te doen hoor. Dan pak ik mijn lijmpistool weer. Hupsakee, dan pak ik mijn meeldraadjes, mijn bloemetje die ik wil gaan gebruiken. En even aandrukken. Kijk, en dan kun je nog een beetje dat meeldraad een beetje vormen. Meeldraad is ook al echt zo'n ontzettend oud product. Dat bestaat ook al zo lang. Vroeger maakten wij van panties, maakten we van die vlindertjes. En dan hadden we de voelsprietjes, die maakte je dan van die meeldraadjes. Daar ken ik officieel de meeldraadjes van. Oh, ik weet niet, dat horen jullie niet, maar mijn maag die heeft trek. Even kijken, dan pak ik één, want ik vind het dan wel leuk om het hier dan weer donker te doen. Omdat ik hier licht heb gebruikt, is het wel leuk om daar weer donker te doen. Dus een klein beetje lijm op het binnenkant van het bloemetje. En die plakken we er dan ook weer in. Zie je dat? Nou, dat geeft toch al een heel gezellig effect zo. Die moeten we nog. Maar zie, hij wordt al lekker vol. Ik ben ook meeldraadjes verslaafd. Ja, dat klopt. Die heb ik ook echt serieus niet gelogen in alle kleuren. Ja, dat zijn echt van die. Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, als ik het opnieuw aan zou schaffen, zou ik het meest kiezen voor crème kleuren. Of wit, of zoals nu lichtgrijs. Want ik betrap me er wel op dat die kleur het meest pak. Maar bijvoorbeeld met kerst is gewoon knalrode meeldraadjes. Of van die echt van die groene meeldraadjes. Superleuk. Goud, zilver. Maar als ik eerlijk ben, dan gebruik ik eigenlijk de lichte kleuren van de meeldraadjes het meeste. Ja, deze ligt ook altijd standaard hier. Deze grijze. Ja, het is een beetje grijzig. Maar dat past in heel veel gevallen. Kun je deze ergens bij gebruiken. Deze is heel mooi bij blauw papier. Maar deze kun je ook bij dat paarse papier heel goed gebruiken. Dus ik moet eerlijk zeggen, crème kleurig. Wil je het aan gaan schaffen, zou ik echt voor crème kleurige gaan. Wit of een beetje in het grijs tintjes. Het enige nadeel van dat stomme lijmpistool zijn de sliertjes. Maar ik plak deze dus er weer op. En dan pak ik mijn bloemetje wat ik erop wou gebruiken. Even kijken waar ik die neer had gelegd. Volgens mij deze. En die gaat er dan weer op en die drukken we even een beetje aan, zodat die goed stevig vast zit. En dat is het voordeel van een lijmpistool. Het is direct droog, hè? En door het midden eventjes een beetje op te bollen, gaan ook de blaadjes hier wat meer naar buiten staan. Krijg je ook wat meer dieptebloem. Dus dat is ook een leuke tip. Of een potlood of zo, wat je er gelijk in duwt. Even lezen. Oh ja, nee, Gerry, alsjeblieft zeg. Dat waren, je maakte dan van ijzerdraad, maakte je een soort figuurtje. Daar deed je overheen van die panties. En dan hadden we echt panties in alle kleuren van de regenboog: geel, oranje, roze. En dan maakte je dus eigenlijk een soort kleine ballonnetjes allemaal. En al die ballonnetjes zette je dan weer in elkaar. En dan met een meeldraadje maakte je de binnenkant van zo'n lijfje. En dan had je van die, niet van die meeldraadjes, maar van die, hoe noem je dat? Die, ja, zo'n dikkere. Nou, zit ijzerdraad in. En daar kun je als kind kon je er ook hartjes en zo van maken. En dan deed je dan met die meeldraadjes, maakte je het af met de voelsprietjes van de vlinder. Dan had je dus van die eigen gemaakte broodjes. Ik weet niet hoe die hobby precies meer heette, maar wij deden dat echt altijd met panties. Misschien als mijn moeder meekijkt, dat ze weet hoe het heet. Maar graag gedaan, Anneke. Even kijken hoor, mijn zus vond het minder leuk. Oh, die was steeds de panties kwijt. Oh ja, goed, oké, Astrid. Dus jij snapt wel, jij begrijpt wat ik bedoel. Nee, je kan hier geen foto's plaatsen. Nee, maar je mag wel elke foto's plaatsen in onze, of in onze Facebook of op Instagram. Of als je het graag wilt delen, mag het ook via de mail. Vinden we altijd leuk. Dat is info, apenstaartje-evelienstdesign.com. Vinden we altijd leuk. Ja, dat bedoel ik, Miranda. Ik ga het niet uitspreken, maar dat is precies wat ik bedoel. Dus dat was wel altijd heel leuk. Tenminste, als kind zijnde vond ik dat altijd wel heel leuk. Even kijken hoor. Zullen we hem iets donkerder doen en dan een iets lichtere nog naar binnen toe? Is misschien wel grappig. Oh, dit is al de kleine. Even opletten, Martine. Deze. Ja, deze. Dus deze plak ik weer met een klein beetje lijm. Oh, dat is wel heel veel lijm, Martine. Normaal met een klein beetje lijm. Plak ik die er weer in en zet ik hem dus gelijk weer eventjes vast met zo'n naaldje. En dan druk ik hem even iets omhoog. Zie je dat je dan met diezelfde bloem een heel ander uiterlijk bloem krijgt? Ik zal het je zo even goed laten zien dat ik hem even inzoom. Zo. En dan doe ik even een heel kleintje
hierin. Dat doe ik even met een tacky glue. Ik heb een hele lieve Jack Russell, die is net buiten gezet door mijn man. Die staat mij nu echt heel lief aan te kijken bij het raam van, mag ik alsjeblieft naar binnen? Kan natuurlijk even niet, dus Pukje moet even wachten. Maar hij zit me echt zo schattig aan te kijken. Of zij zit me eigenlijk zo schattig aan te kijken. Kijk, dus ik druk even met tacky glue. Kijk, ik heb precies dezelfde bloem. Maar doordat ik de blaadjes omhoog heb gevouwen, geeft het een heel ander uiterlijk dan in dit geval deze. Hè, dus deze kun je nog wel een klein beetje natuurlijk vormen. Maar het ziet er wel gelijk anders uit, zie je dat? Nou, en als afwerking gebruiken wij altijd pareltjes. Maar je kunt pareltjes ook heel leuk zelf maken. Toevallig was ik bezig met de voorbeelden en ik zeg tegen mijn man, ik zeg, en vind je hem leuk? Ja, zegt hij, maar weet je, ik mis iets. Ik zeg, oh. Wat mis je dan? Ja, zegt hij, vroeger maakte hij altijd eigen pareltjes. Zet je een paar druppjes hier en een paar druppjes daar. Hij zegt, ja, dat doe je eigenlijk de laatste tijd niet meer. Maar ik denk wel dat het net even afmaakt. En toen dacht ik, ja, nou, misschien heb ik wel gelijk. Dus toen heb ik mijn eigen pareltjes aan deze kanten gemaakt. Deze parelpennen heb je in alle kleuren van de regenboog. Ik kon de paarse niet vinden, dus heb ik gekozen voor crème kleur. Maar inderdaad, ik heb het hier ook gedaan. Het maakt het wel net af. Door gewoon simpel drie stipjes te zetten met zo'n parelpen. Kun je wel lege ruimtes, want ik hou niet zo van lege ruimtes, gewoon opvullen met iets kleins. Maar deze parelpennen kun je ook de hartjes van je bloem maken. Die had ik hier al gemaakt met kant-en-klare pareltjes. Maar Henk zei, nou, ik vind het toch leuk als je misschien wat stipjes hier en daar zet. Dus ik dacht, oh ja, dat ga ik ook even meenemen in de live. Want het is wel net even ja, iets wat het afmaakt. Even kijken hoor. Mildred ook. Die gebruikten we ook voor de bloementape. Oh ja, bloementape. Dat groenige tape bedoel jij, hè? Ja, precies. Ja, dat herken ik ook nog wel. Pijpenragertjes. Ja, Mirjam, precies. Dat is het woord wat ik zocht. Juist. Dat Frans van mij. Of dat Frans van mij is niet zo goed. Hondje heeft het koud. Nee, het valt mee hoor, Gerrie. Hij wordt zo weer naar binnen gehaald hoor. Maar hij zit me hier gewoon heel eigenwijs aan te kijken. Van, er ligt hier een bal ook naast hem. Dus hij hoopt dat ik ga gooien, denk ik. Hij Henk haalt hem zo naar binnen hoor. Dus dat is wel grappig. Ik ga dus die parelpen even laten zien. Nogmaals, je hebt ze echt in alle kleuren van de regenboog. Deze is gewoon al bijna op. Je doet er ook wel echt heel lang mee. Volgens mij is dit zelfs nog een oude verpakking. Maar wat je doet eigenlijk is, je gaat stipjes maken. Nou doe ik altijd eerst eventjes, de eerste keer altijd even op mijn mat. Omdat er vaak de eerste keer nog wel eens lucht bij komt. En dan poef, zegt je pareltje dan. Dus dat is zonde. Maar als je pareltjes wil maken in je bloem, dan kun je gewoon dit product gewoon inknijpen eigenlijk als het ware. En dan laat je hem los, net zo groot als jij je parel wil hebben. En dit is gewoon gegarandeerd goed hoor. Dit zijn geen pareltjes. Dit wordt echt gewoon mooie, ronde parels. Nou, hij is al naar binnen. Hij zit nu tegen mijn deur aan te wiebelen. Maar dit is dus ook heel leuk om. Nou, waar heb ik nog eventueel ruimte om pareltjes te maken? Hier bijvoorbeeld om gewoon even drie kleine stipjes neer te zetten. En die worden zo meteen ook dus gewoon. Dat bolle blijft er dus ook in. Dat is echt het voordeel van het heet niks voor niks. Nou, het is een paperpen, maar tegenwoordig heet het ook parelpennen. En dan krijg je dus echt van die kleine losse bolletjes. En dan heb je dus hele leuke kleine, je moet nu niet veel gaan wiebelen, pareltjes. Zie je dat? Dus je maakt het echt een pareltje. Maar je kunt het dus in alle kleuren krijgen. Dus je kunt, het liefst had ik zelf voor paars gekozen. Maar goed, die kon ik echt niet vinden in mijn bak. Dus ik heb gekozen voor crème. Maar het maakt het denk ik wel net even af. Zie je dat? Ik zal maar even ietsjes naar beneden doen voor het geheel. Nou, het enige wat je nog hoeft te doen is hem af te werken met het touwtje. En je hebt, vind ik in ieder geval, echt wel een heel leuk, schattig project. Die je dus als slingertje cadeau kan geven. Je kunt in het envelopje ook natuurlijk nog geld stoppen in plaats van het kaartje. Maar je kunt er ook echt een slinger van maken. Een persoonlijke slinger. Dat je er echt voor bijvoorbeeld een M en een A en een R. En dat je dan zo een letterslinger maakt. Dus. Ja, manlief denkt altijd mee hoor. Ja, parelpennen. Ik moet ook wel zeggen dat het echt een product is. Nou, dat bestaat denk ik een jaar of 10. Toen was het mateloos populair. Het is inderdaad een product wat nog steeds bestaat, maar ook wel een beetje vergeten wordt. Dus ik zou ook zeggen, want ik was het ook eigenlijk al wel weer een beetje vergeten, is dat hij erover begon. Maar het is wel echt gewoon een heel leuk product om gewoon als toevoeging op je kaartje te gebruiken. Oh ja, je gebruikt hem wel veel. Ja, ik moet zeggen dat ik hem de laatste tijd weinig heb gebruikt. Maar nu ik hem weer gebruikt heb, denk ik, oh ja, het is wel leuk. Op, maakt het net weer even af. Ja, voor kleindochters, voor kinderen is het sowieso heel leuk. Dit zijn hele leuke cadeautjes om vast klaar te hebben als Marit bijvoorbeeld weer een kinderfeestje heeft. Dus ja, hij is wel leuk, hè?
Ja, je hebt hem ook als transparant, Martien. Het leuke van transparant is dat je hem ook heel leuk als water kan inzetten. Dus stel dat je iets van een zeethema hebt en je maakt gewoon bijvoorbeeld zulke streepjes met zo'n transparante waterpen of met zo'n parelpen, dan lijkt het dus inderdaad net of je echt water hebt. Dus dat is echt ook die transparante die heb ik wel altijd heel veel gebruikt. Ja. Nou, is wel leuk, hè? Ja, was ook inderdaad, hè, verslaving, al die pareltjes. Mensen maakten ook op sheets allemaal pareltjes al van tevoren, zodat ze die als kant-en-klare pareltjes kunnen gebruiken op de bloemen. Dat kan natuurlijk ook. Maar daar had ik nooit zo het geduld voor. Dus ik gebruik hem eigenlijk altijd rechtstreeks op het projectje. Ik dacht dat wij nog ruim de tijd hadden om in te kleuren, maar dat gaat hem dus niet worden. Dus nou ja, dat haal je te goed in het nieuwe jaar, denk ik. Want voor nu heb ik de uitzendingen wel een beetje op een rijtje. Er zit geen inkleuren bij. Dus ja, als het ja, leuk vind ik leuk, Inge. Deel het in ieder geval op social media. Mocht je ook iets gemaakt hebben naar aanleiding van een andere live-uitzending of van vandaag, vinden we het altijd leuk als je het met ons deelt op onze social media's. Of op Facebook of Instagram. Mocht je dat niet hebben, kan je het ook via de mail doen. Dat is info@evelinesdesign.com. Dan krijgen we het als mailtje te zien. Maar ik vind het altijd leuk als jullie het delen. Dankjewel. Zijn er nog verder vragen of zeg je van nou. Wat wil je nog weten? Even over het stipje zetten met een kleur die je wil. En dan de transparant erop. Dat zou kunnen, maar heeft niet echt een toegevoegde waarde. Wat wel leuk is met die transparant dingetjes, is dat je bijvoorbeeld een bril. Stel dat dit poppetje een brilletje op had gehad, dan is het wel heel leuk om met die transparante pen bijvoorbeeld het glas te bewerken. Dan zie je namelijk echt weer weerspiegeling van het glas. Dan is het wel leuk om een transparante pen eroverheen te gebruiken. Maar over het pareltje zelf heeft niet echt toegevoegde waarde, omdat hij namelijk ook een soort bolling geeft. Dus ik denk dat dat niet zo mooi is. Maar als jij bijvoorbeeld nu een transparante had gebruikt hierop, dan komt het wel, het paars van het papier haalt wel de transparante parelpen omhoog. Dus dan krijg je een beetje dat hij zich aanpast aan het papier. Maar doe je het op wit, is het dus echt net water, waterbolletjes. Het is ook heel leuk als regen te maken. Bijvoorbeeld, stel dat je dit poppetje als regen had je allemaal stipjes omheen kunnen doen, leek het net waterdruppeltjes. Nou, top. Goed, dank jullie wel. Ook voor jullie enthousiasme is voor mij natuurlijk ook heel leuk, hè, dat jullie ook lekker reageren in de chat. Het is al voor mij ook een soort praatuurtje altijd tot de maandagochtend, hoor. Dus ik vind het ook gezellig dat jullie er zijn. Volgende week ben ik er uiteraard ook weer. Dan gaan we weer een kerstuitzending doen. Dus ik ga zo meteen Jingle Bell muziek opzetten en dan in de kerstsfeer terechtkomen. En nou ja, dankjewel voor het kijken. En ik hoop heel graag dat jullie er volgende week weer zijn om 9:30. Dankjewel. Doei. Ik zie nog heel even een vraag hoor. Ik denk dat ze bedoelt dat stipjes zetten met een kleurstift die je dan op het bolletje. Ja, maar dan moet je het stipje ook doen. Ja, dat zou. Ja, sorry, ik kom er nog even op terug. Ik zag die chat. Dan zou jij dus nu bijvoorbeeld met een, als ik het wel goed begrijp, met een rode marker en een rode stip willen zetten en daar de transparante erop. Ja, dan komt er een soort rood transparant bolletje overheen. Maar dan moet je wel dat bolletje natuurlijk net zo groot maken als je rode stip. Maar ik weet niet of dat is wat je nou precies bedoelt. Nee, eerst een stip in kleur en dan transparant. Nee, Martien, dat denk ik dat geen mooi effect is. Want dan, wat je dan eigenlijk gaat doen, dan ga je weer een bolletje op een bolletje maken. Want dit droogt natuurlijk hard transparant op. En als ik daar nu, ik heb de transparant hier niet zo liggen, dan krijg ik daar weer een bolletje op. Of je moet hem er helemaal omheen gaan doen, maar ik geloof niet dat dat echt mooi gaat worden hoor. Dat zou ik niet zo snel doen. Oh, dat is helemaal goed, Carine. Je mag rustig terug. Mocht je nog vragen hebben, hè, naar aanleiding van een uitzending, en je kijkt terug. Je kunt altijd even een reactie onder de video plaatsen, hè. Dan krijg ik ook melding van, dus dan kan ik daarop beantwoorden hoor. Top. Nou, dan ga ik nu echt afsluiten en dan zou ik zeggen tot volgende week, maandag, dan ben ik er weer. Doei doei!